video van Bolstaart. Ik dacht, we gaan nog eens een avondwandeling maken. Dus dat zijn we dus nu ook van plan. Een avondwandeling. Het is wel heel kei donker dat je kunt zien. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen zien. Zal ik een lichtje mee pakken? Ik zal het even hier afhalen. Een lichtje. Zo. Voilà. Dus we gaan een beetje wandelen. En doen. Ze zien me weer. We gaan een beetje wandelen. Het zal donker zijn. Dat wel. Maar ik vind donker altijd wel in. Dus het is voor mij ook nu echt even alles bij elkaar rapen om dat te doen. We mogen nog buiten voor mensen die denken, wat, want het is toch al laat? Nee, het is niet laat, het is nog maar 5:16. Dus we mogen officieel naar buiten om te wandelen. Ik heb alleen mijn gsm bij. Voor de rest heb ik niks bij. Dus zo ziet het eruit in de nacht. In de nacht, niet eigenlijk in de avond. Voor mensen die denken dat het een avondklok is. Het is avond. Als het avond is... Sikje, fuck. We gaan niet nergens naar huis. We gaan een beetje wandelen. Misschien komen we nog dingen tegen. Dat we denken van, amai, dat is wel mooi of dit of dat. Morgen is weer vrijwilligerswerk. Dus dan gaan we dat weer doen. Zo. Ik heb meegepakt lichtje voor eventueel, als we daar een parkje ontlopen, dat we toch wel een beetje kunnen zien. Zodat jullie ook mee ook kunnen zien natuurlijk, want ja, het is leuker natuurlijk dat jullie mij een beetje kunnen zien. Want dan jullie mee. Ik ruik frietjes. Dat wel. Frietjes. Mijn lesje van mijn schoen is aan het kapot gaan, dus als jullie straks vertikken horen, weten jullie hoe laat dat is. Dat is teken dat mijn schoen nog gekomen is. Dus dat kan ook nog gebeuren. Kijk, hier is kei donker, kijk. Kei donker. Ik heb al mijn lichtje bij, dus we kunnen schijnen als het moet. Pik donker. Ik moest geen niet weten, en iedereen het weet op internet, wat ik nu aan het doen ben. Ik denk dat ze mij zot verklaren. Tot en met. Ik vind dat wel eng. Ik heb een lichtje bij. Als het maar niet uitvalt. Zien jullie mij nog? Dit is wat wij nu zien. Wat jullie zien. Ik zie straks komt de politie. Misschien dat ik aan het schijnen ben met een lichtje. Maar goed, ik doe niets verkeerd. Ik ben gewoon aan het wandelen. Dus, dit is wat we zien. Wel een beetje schijnen met dat licht. Anders dan gaan we vallen. En dat is niet de bedoeling. Dan heb je wel een content. Ik vind het wel eng. Om eerlijk te zijn. Wat ik nu aan het doen ben. Je weet nooit wie er hier zit of zo. Kun je niet bang maken, maar... het is wat eng. Om eerlijk te zijn. Ik zie 0,0, hè. Als ik schijn met mijn lichtje, zie ik iets. Jullie zien mij helemaal niet. Dus ik zit hier nog steeds. Ik weet hier ook al veel diertjes zitten, denk ik. Momenteel. Best wel eng. Om hier te wandelen. Ik schijn. Ik vind het wel eng. Je ziet als ze achter me komen. Dan. Eigenlijk hoe donker rijk is. Voor... Het is ook nog winter natuurlijk, hè. De zon blijft iets langer licht. Dan zie je mij beter. Dan normaal, hè. Dus, hier hebben we een brug. Hier moeten we over. Zo. Ja, we zijn over. Pak het licht even uit. Voilà. We zijn door dat donker bos gegaan. Die zien mij niet zo goed. Dat is niet wel. We zijn door dat bos gegaan. Ik was echt wel heel bang. Ik was echt wel heel bang, maar het gaat wel. Zo.
Een aanvalling. Met zil, hè. Weet je, even een zak. Zo. Voilà. Zo, we gaan zo naar links gaan, te wandelen. Zo. Het was leuk om hier mee te pakken. En we gaan niet tot helemaal tot aan de markt, want dat is te ver. De middag hier een beetje gaan rondwandelen. Want de markt, tot aan de markt, dat is iets te ver. Om nu te wandelen. Ik heb hier ooit gelopen met Enzo toen het iets, toen de zon opkwam. Dat was echt prachtig. Dat was zo eerst nog donker en dan kwam de zon op. Dat was echt heel mooi, maar dat was natuurlijk nu niet. Nu gaan we dat niet zien. Nu gaat de maan schijnen door de bomen. Dit is een appartement, als je dat ziet. Mooi dat dit. Voor licht. We zijn nu in gsm. Wacht. Ja, mijn gsm. Zo zijn. Voilà, we wandelen. Het is hier wel leuk. Dat is echt ook een rustig gevoel, ondanks de baan ernaast ligt. Het is wel een rustig gevoel. Je kunt echt eens nadenken eigenlijk. Dat wel. Ik heb er geen mondmasker bij. Dus dat is geen enkel probleem. Dus, die dat dat ding was, moet ik niet zeker, want ze heeft mij niet gezien. Dus, en je hebt hier eigenlijk een heel pad waar dat je eigenlijk kunt wandelen. Dus daar is de baan. Dat hoor je wel en zo. En daar heb je echt de rust. En hier heb je dan de appartementen. Eigenlijk het is het echt super rustig. Tot en met. Dus ja. Eigenlijk heel rustig. Dus wel geweldig eigenlijk. Te wandelen. Eigenlijk. Het is echt. Je ziet ook. Je kunt er ook heel veel dingen krijgen op appartementen. Op zo'n appartementen kan je bijvoorbeeld. Je hebt hier een kapper in, weet ik. Een broodzaak. Ook. Op zo'n appartement heb je ook een beenhouwer. Dus op, ze hebben daar wel een beetje voorzien eigenlijk. En daar heb je het Wasland Shopping Center. Daar. Zie je? En hier heb je die drukke baan. Hier kan je dat beter zien. Dat je die drukke baan hebt. Zelf woon ik hier een beetje in de buurt. Maar niet op de appartementen natuurlijk. Ik ken wel mensen die op het appartement wonen. Maar zelf woon ik daar niet in. Dus hier loop ik gewoon voor te wandelen. Het leven is, ik heb gisteren de vlog gezien. Het leven is niet altijd goed, gemakkelijk. En soms heb ik het wel eens een goed idee om, ja, om even uit te blazen. Maar met die corona kun je niet overal naartoe. Dus dan hoef je eigenlijk, ja, kun je niet zeggen van we gaan even naar de zoo of we gaan even naar daar. En daarmee is het wel goed dat ik even hier kan wandelen. Ondanks dat je toch eigenlijk die drukke baan hoort, is toch wel, heb ik zo wel het gevoel van oké, we kunnen hier tot rust komen eigenlijk. Een mondkapje hebben we niet mee. Dat ben ik echt wel vergeten, dat is stom. Maar je denkt dan, ja, je wilt zo rap mogelijk naar buiten gaan, omdat het donker is en dan, ja, zie je wel een paar mensen rondlopen die dat wel hebben. Maar ja, ik heb er totaal niet aan gedacht. Het zou moeilijk zijn, zeker dat je ervoor aangesproken wordt. Dan is dat ook maar zo, ja. Ik heb echt geen idee. Dus alle respect voor de coronavirus. Maar ja, ik heb er niet aan gedacht. Al. Je denkt er ook niet aan, want ja, je wilt. Dus je ziet ook die appartementen, allemaal zo heel mooi. De lichten zie ik eigenlijk ook vanuit mijn bed. Al die lichtjes. Dus ja. Je hebt hier ook nog zo echt zo allemaal groen. Waar je zo kunt zeggen, ja, we kunnen hier voetballen. We kunnen hier leuke dingen doen eigenlijk. Ja. Het zijn zo wat groot is. Dat kunnen we echt wel. Ik ga
wereld is aan het veranderen, dus ik probeer dat meer als een gast te praten. Dat vind ik toch super leuk eigenlijk. Dat is dan echt nog iets als gast. Dus dat mensen ook aanspreken. Ik ben een gast. Dat vind ik wel leuk eigenlijk, want dat zou wel tof zijn, moest dat kunnen. Dat mensen er zo over aanspreken. Maar ik ook wel mensen nu die aanmelden op TikTok. Ook wel merken dat ik een snor heb en dan zeggen ze automatisch al: eet echt meneer. Dat vind ik toch wel leuk. Dus ja, ik zeg het, het is heel verandering hoor. Zo, het is wel frisjes. Weer te lopen. Ja, als je er is een wind op gekomen. Maar ook is er minder bomen. En hoe minder bomen, hoe meer wind dat je eigenlijk in je gezicht krijgt. Anders vangen die bomen dat. Zo. Dus. Ik heb sinds vandaag een nieuwe start gemaakt, een helemaal nieuwe start. Ik ga ook trouwens nog bekijken hoe ik dat ga doen voor YouTube. Ik ga sowieso nog video's maken voor YouTube. Maar ik ben echt aan het nadenken van, ga ik dat nu nog elke dag doen? Kan ik dat ook elke dag gaan doen? Kan ik ook elke dag iets anders gaan verkondigen? Ik moet het allemaal nog bekijken eigenlijk. Momenteel in mijn hoofd is er iets van, ik kan wel video's plaatsen op YouTube. Maar niet meer zo elke dag, omdat er gebeurt ook niet zo heel veel. En als ik dan vrijwilligerswerk ga doen of zo, dan kan ik niet vloggen. Waarom niet? Ja, mag niet in beeld komen eigenlijk. En dan heb ik zoiets van, ja, is het dan de moeite waard om elke dag thuis dingen te gaan vertellen? Ik wil wel één keer op de week vertellen hoe het is om bijvoorbeeld een thema van autisme of zo te vertellen, over transgender en zo, maar ik ben echt al op zoek, even op het gas, op zoek naar echt wel leukere dingen. Momenteel heb ik ook het gevoel dat ik niets ga meegeven, dat ik eigenlijk gewoon niet weet wat ik moet vloggen. Zoals nu, bijvoorbeeld, zijn we gewoon buiten, toch iets te vloggen. Zo, kijk, hier heb je dan allemaal nog winkeltjes en zo. De eerste keer dat ding dat zag ik van vriendin dacht toen dat ik aan de zee zat. Dus dan dacht ze echt dat ik aan de zee was. Dan zei ze zoiets van, oh, ben je aan de zee? Nee, ik ben niet aan de zee, ik ben in mijn eigen stad. Dus hier op het schoonheidsinstituut heb je hier. Je hebt hier een winkeltje voor frisdrank en alles. Ik heb hier ook. Kun je zien dat zijn ratten. Eigenlijk op voet. Of op de groente. Ja, dat wist ik niet eens dat je had. Ik wist wel dat we hier een bak hadden. En zo van die dingen, dat wel. Zullen jullie maar bij. Hier heb je zo de krabdoeloeders. Een buikenwinkeltje. Dus. Ook alles krijgen. Dus, je ziet. Ik ben nog veel krijgen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En tot de volgende keer.